Mijn naam is Joey Kramer en mijn werk is meubelmaker. Vroeger zag ik een hele mooie hamer liggen bij de Gamma. En dacht ik van, nou, die moet ik hebben. Ik wil timmerman worden. Dus ging ik naar College de Brink en daar heb ik de bouwopleiding gedaan. En dat beviel me wel. En eigenlijk kon je toen kiezen uit bouw of meubelmaker. En toen heb ik gekozen voor meubelmaker. Want ja, ik vind het gewoon prachtig. Mooie kastjes maken, tafeltjes. Dus toen heb ik die opleiding gedaan. En daarna ben ik naar het HMC gegaan, het Houten Meubileringscollege. En daar heb ik dus de opleiding meubelmaker gedaan. Mijn hobby, ja, dat is toch de krachtsport. En dat is gekomen omdat ik toen ik 14 was, kreeg ik een tumor. En daarna kreeg ik dus een knieprothese. Dat heeft mij, wel veranderd. Ik was vroeger wel een van de snelste, ik kon hoog springen. Ik was nooit de beste, maar ik kon het wel allemaal. En ja, toen ik die knieprothese kreeg, zat ik een jaar lang in een rolstoel, kon ik helemaal niks meer. Weet je, de meeste mensen die gaan een beetje achter de geranium zitten en die zeggen, ja, ik ben zielig, ik kan niks meer. Ja, zo ben ik gewoon niet. Ik wil mensen motiveren, ik wil ze laten zien van, hey, wat er ook gebeurt in je leven, ga er gewoon voor. Heb je een doel? Ga er gewoon voor. Ga het gewoon doen, ga het proberen, weet je. Geef niet op, opgeven is gewoon voor losers. Doe dat niet. Weet je, ik geef nooit op, ik ga door en ik ga door en ik ga door. En tuurlijk gaat het niet altijd goed en ik heb pijn en weet ik veel wat, maar ik zeur niet en ik ga gewoon door. En dat is denk ik wel waarom ik nu al succesvol ben.